In de maand maart en april 2020 heb ik gewerkt in het atelier van het Van Goghuis in Zundert. En ik had besloten om in die periode me vooral toe te leggen op de kleur geel. Dit is een snelle blik door dat atelier. In de eerste ochtend, toen ik wakker werd, in de kosterswoning hiernaast en het raam opendeed, zag ik dit. Voor het huis staat een treurwillig die net het uitlopen was. Goudgeel gloeiende waterval in de ochtendzon door mijn raampje. En ik ervoer het onmiddellijk als een cadeau. Ik dacht van, ik wilde met geel werken en dit wordt me geschonken. Het kader van het raam lijkt zwart. Maar van dichtbij zie je, het is Pruisisch blauw, dat gloeit. Het contrast van dat Pruisisch blauw met citroengeel is ook waar ik Van Gogh over lees in zijn brieven. En toen ik dit had gedaan, zo dat perspectivische raam, en ik hier in het atelier omhoog keek door het glazen dak, dacht ik, daar wil ik ook wat mee doen, die boom. En het perspectief van die lijnen. En het is dit schilderij geworden. En toen die boom helemaal ging bloeien, kon ik het niet laten om deze te maken. En hier is die rechthoek alleen nog maar een abstracte vorm geworden. Binnen het gloeiende van het sapgroen. Dat als je het heel dik schildert, bijna zwart wordt. Maar als je het heel transparant schildert, waar het wit doorheen gloeit van het linnen, een prachtig mooi groen is. En waar ik ook heel veel lol in had, is ik had eerst die lucht hierachter gemaakt van een zacht groen en daarna heb ik daar dit violet overheen gezet. En hoe die twee kleuren met elkaar spelen. Dit was het geschenk van het Van Goghuis in Zundert. Mijn aanbod.